We zijn vandaag weer bij MTM te gast voor de nieuwe Talladega, de Talladega R. Dit keer met 802 pk. Alleen het regent. Hier staat hij. Oh, waar is hij? Ja, je moet wel uitkijken met die camouflage. Maar gelukkig is het een MTM en gelukkig quattro, dus dat zou hem zeker moeten kunnen, zelfs in dit weer. Ongeveer anderhalf jaar geleden reden we deze auto ook, alleen dan in de 760 pk configuratie. Als je die video nog niet gezien hebt, klik even hier op het i'tje. Daar staat de video. Ja, vandaag is eigenlijk een soort van bonusvideo over de nieuwe wijzigingen, de camo wrap. 802 pk inmiddels. Ik hoor iets meer turbogeluid. De roffel in de uitlaat is iets harder. Ja, ze hebben gewoon de auto weer iets bijgeschaafd. En dat hebben ze continu gedaan. We hebben de 650 pk Audi S8 gereden van MTM. En toen zeiden we tegen elkaar, ja, dit is de beste auto die we ooit gereden hebben. Toen reden we de 760 pk versie. Na de facelift was dat. En toen zeiden we tegen elkaar, ja, dit is de beste auto die we ooit gereden hebben. En er komt niets in de buurt. En nu rijden we er weer in. En weer zeg ik, dit is de beste auto waar we ooit in gereden hebben. En ik kan niks bedenken wat ook maar enigszins in de buurt komt. Die titel verdient hij doordat dit gewoon de meest complete auto is die er bestaat zo ongeveer. Je hebt het luxueuze van de Audi S8. MTM voegt daar nog wat luxe aan toe onder de naam MTM Individual. Zo zie je onder andere die mooie stiksels hier. Audi RS6, RS7 stoelen. De S8 stoelen hebben ze geditcht, want die zijn waarschijnlijk niet sportief genoeg voor deze auto. Daardoor is de zitpositie ook lager en voel je wel iets meer onderdeel van de auto. Het is bijvoorbeeld een veel completere auto dan die RS6 Clubsport die we reden, die veel meer gericht is op hard, op luid, uitlaat als bizar. En dit is meer gericht op zo comfortabel mogelijk, zo hard mogelijk. Echt super schreeuwerig nu met die camo wrap en die velgen, maar stel je voor dat je dit gewoon alle onderhuidse aanpassingen van MTM hebt en dan gewoon in het zilver met standaard velgen of in het zwart of in het grijs. Och, dat is toch gewoon de ultieme sleeper. Zet hem even in zijn S, dan kunnen we even genieten van de dynamische kwaliteit van deze auto. En je merkt meteen dat op dit soort wegen, ja, hij is eigenlijk gewoon te snel. Als je in zijn tweede versnelling zit, dan komt die bocht veel te hard op je af. Dus we doen het even z'n drie. Man, dit is echt... Het is zo bizar. Het is zo bizar hoe snel deze auto is en hoe makkelijk die het doet. En als je van het gas gaat, dan hoor je even zo'n turbo, zo'n wastegate geluid. Wat we de vorige keer niet hoorden. Oh, dit is echt. Het is zo strak. Het is zo onwerkelijk dat je in zo'n zware limousine dit. Oh, die bochten aanvalt. Ja. Petje af. Als je nou een iets snellere S8 willen, dan kan je tegenwoordig natuurlijk bij Audi de S8 Plus bestellen. Maar ja, dat verbleekt totaal bij deze auto. In de vorige review noemden we dit al de RS8 in principe. Het gaat daar natuurlijk ook nog ver overheen. Maar er rijden hier ook in de buurt, we zitten heel dicht bij Ingolstadt hier. En er rijden allemaal testrijders van Audi rond. We zagen net ook de nieuwe A5, nieuwe A6 Allroad. Het rijdt hier allemaal rond en je ziet ze allemaal, ze stoppen. En je ziet gewoon het respect. Wat die mensen van het grote Audi
hebben voor het product van het kleine MTM. Ze willen zien wat het is, ze willen horen hoe het klinkt. Ze willen zien hoe snel het gaat. En ik denk daarom ook dat die mensen bij mij eens zullen zijn, die mensen van Audi. Dat dit waarschijnlijk de beste Audi is die er ooit is geweest.